Aan de mensen daar buiten, kom lekker binnen. Jullie hebben de eerste talk van buiten de arena gehoord. De volgende mag je lekker een groen of donker kussentje gaan vinden. Nou, zo gaan we het doen vandaag. Een korte inspirerende talk. En als er nog tijd over is, dan mogen jullie wat vragen stellen. Helaas niet iedereen zijn vraag kunnen laten stellen. Maar goed, je loopt Jules vandaag vast nog wel ergens tegen het lijf. Hoe was deze eerste talk? Was die inspirerend? Ja? Oké, heel goed. We gaan naar de tweede. Hij is van Onno Epema. En als ik hem goed gegoogeld heb, dan moet ik hem eigenlijk voorstellen als dokter Onno Epema. Want volgens mij is hij gepromoveerd in Leiden. Oorspronkelijk studeerde hij aan de UvA. En hij gaat het hebben over meetonzekerheid. De titel van zijn verhaal is: hoe zeker ben jij van je data? Geef hem een groot applaus. We gaan naar hem luisteren. Hij moet straks even een plaatje hebben. Ja, dat komt zo. Ik geef al een seintje. Dit is even wennen met zo'n microfoon in mijn hand. Ik werk op het laboratorium van Rijkswaterstaat in Lelystad. En ik loop al wat jaartjes mee. Als laboratoriummedewerker ben ik eigenlijk een leverancier van data. Ik ben trots op. Ik probeer dat zo betrouwbaar mogelijk te doen. En ik hoop ook dat de gebruikers daar op een verstandige manier mee omgaan. Maar in de loop tijd ik toch gemerkt dat sommige dingen niet helemaal lopen zoals ik zou willen dat ze doen. Ik verbaas me dan over dingen, maar verbazing is goed. Dat houdt je scherp, houdt het interessant. Maar het geeft te denken. En waar ik het nu even over heb, is inderdaad de onzekerheid. En het motto is een beetje: ken uw onzekerheid. Ik heb even een plaatje nodig. Even kijken. Ja? Dit is mijn dochter Suzanne, even als introductie. 14 jaar, derde klas van de middelbare school. En nou, wat was het punt? 2 jaar geleden zat ze in de brugklas en het was al heel snel duidelijk voor haar. Ja, dat gaat me wel erg veel tijd kosten, dat school. Huiswerk, school, al die dingen eromheen, proefwerken. Nou, daar ben ik niet zo blij mee, want waar blijft de tijd voor? Shoppen, WhatsAppen. WhatsApp is al ouderwets, ben ik. Volgens mij Instagram, wat ze ook hebben. Social media. Dus er moest iets gebeuren in haar optiek. Dus ik kreeg op een bepaald moment de vraag van Suzanne. Pap, ik heb een methode nodig om een 5.5 te halen. Want, je begrijpt, minimale inspanning, maximaal resultaat. Bij mij gingen er wat haren overeind staan. En misschien bij andere ouders van puberkinderen ook. Ja, wat ze eigenlijk wilden is een methode met een ongelooflijk hoge precisie en een hele lage onzekerheid. Want stel je voor, ze haalt een 5.4, is alle moeite voor niks geweest. En een 5.6, ja, dat beschouwen ze eigenlijk als, nou heb ik te veel gedaan. Kijken we naar ons eigen werk, ja, dat willen we eigenlijk ook. Wij willen ook een methode met een kleine onzekerheid, een enorm hoge precisie. En het lijkt erop dat we die ook hebben. Kijk in onze databases. Bij ons meetresultaat wordt niks gezegd over de onzekerheid. Je zou dus kunnen denken als gebruiker, nou, dat resultaat, dat is gewoon absoluut, dat zal het zijn. Maar iedereen weet dat dat niet zo is. Gevoelsmatig zou je zeggen. En ik kan je vertellen als analytisch chemicus, die onzekerheid kan nogal variëren voor meetresultaten. En je moet toch wel denken aan, nou, het kan misschien een promiel zijn, maar het kan ook 100% zijn. Ik wil wel even een voorbeeld geven, want sommige bepaalde gebruikers, in het gebruik zie je nog wel eens dat ze daar niet helemaal bij stilstaan. En ik heb daar een voorbeeld van. Stel, ik als lab heb een methode in de lucht om iets te meten in het water in Nederland. Die methode is niet zo precies. En de gehalten zijn zo laag dat we eigenlijk het hele jaar door kleiner dan 100 microgram per liter meten. Nou, dan denk ik ook dat die methode moet verbeterd worden. Dus volgend jaar ga ik dat verbeteren. De gebruiker heeft ondertussen die data van het ene jaar gehad. Die zegt, ik zie allemaal getallen kleiner dan 100 microgram per liter. Ik wil daar een trend uit berekenen. Nou, wat maak ik ervan? Ik neem de helft. Zeg, de trend is 50 microgram per liter. Jaar 2 heb ik mijn methode verbeterd. Ik kan nu tot 50 microgram per liter meten. Helaas zijn de gehalten nog steeds laag. Dus het tweede jaar meet ik kleiner dan 50 microgram per liter. Wat schetst mijn verbazing? De gebruiker gaat ook met die data aan de slag.
En voor de trend voor het tweede jaar brengt hij op 25 microgram per liter. Conclusie, voor zo'n gebruiker, het milieu is erop vooruit gegaan. Jaar 1 was het 50 microgram per liter. Nu is de trend 25. En jullie begrijpen, de trend zegt in dit geval weinig. Door niet rekening te houden met de meetonzekerheid wordt er een hele rare conclusie getrokken. Het lijkt dan dus toch een soort bewustzijnsverhaal, want er is niet geïnformeerd van wat is die onzekerheid. En die onzekerheid is ook niet te vinden in de gegevens. Terwijl iedereen die wel eens auto rijdt, op bepaalde momenten heel goed weet dat als hij 120 over de snelweg rijdt, hij passeert het bord 100 km per uur. En hij ziet verder op de flitspaal staan, dat hij weet dat hij bij 105 de pineut is. En dat hij dan op dat moment ook gauw zijn gaspedaal loslaat en eventueel zelfs op de rem trapt. Het gaat blijkbaar om de portemonnee. En in dat opzicht zijn we opeens wel wat alerter over die onzekerheid. Ja, waar ik me dus over verbaas. Het bewustzijn over die onzekerheid, die is er niet altijd. En je kunt je wel vragen, ik ben een leverancier van data, wat heb je eraan gedaan? Nou, in de loop der tijd hebben we altijd getracht om die meetonzekerheid mee te leveren met het resultaat. En op zich zijn we ook als lab, geaccrediteerd lab, verplicht om die onzekerheid te kennen en ook aan onze klanten door te geven. Helaas kunnen wij dat alleen maar indirect. En dan krijgen we dus gevallen dat wij een meetresultaat hebben geleverd en pas bij het gebruik de gebruiker aankomt van wat is nu onzekerheid. Een voorbeeld uit de handhaving. In Limburg wilden de handhavers een bedrijf aanslaan voor het overschrijden van de loodsgrijs uit hun vergunning. Omdat de gemeten gehaltes 10% boven die loodsgrijs lagen. In overleg met ons is afgezien van vervolging, omdat de methode die gebruikt wordt een onzekerheid had van 30%. Het zou dus volledig onterecht zijn om dat bedrijf op de bon te slingen. Dat wetende hebben we gedacht bij Rijkswaterstaat, we moeten daar iets mee doen. Dus er is uiteindelijk in samenspraak met diverse afdelingen en diverse handhavers een beleidsnotitie voor geschreven hoe om te gaan met dit soort problemen. Wat we verder als lab ook doen is, ja, we hebben die gegevens over onzekerheid gewoon beschikbaar. Die stellen we dus ook beschikbaar via internet, maar dat is ook een hele indirecte manier. Via de helpdesk water kan je ons analyseboek raadplegen en daar kun je ook gewoon zien wat er bij onze methode voor onzekerheid meespeelt. Even terug naar Suzanne. Zij beseft al snel dat haar methode wat niet zo precies was, wat onnauwkeurig was. Want de eerste toets aan de praktijk was een 2 voor Frans. Maar goed, die meiden zijn niet voor één gat te vangen. Laatst kreeg ik de vraag, pap, kan ik niet naar de HAVO? Dat scheelt mij toch wel heel veel huiswerk en moeite. Ik begrijp dat ook in dat geval ik niet heel erg blij was met haar opmerkzaamheid en haar intuïtie. Wat ik dus mee wil geven. Ken uw onzekerheid. Bij elke resultaat hoort een onzekerheid. Onzekerheid is goed. Onzekerheid moet. Ik dank u voor uw aandacht. En ik wens u een fijne waterinfodag toe. Dankjewel. Alweer een hele gave talk. Wat worden jullie verwend hier vandaag, jongens, in dit ideeëntheater? Ik ga gelijk de zaal in, want is er iemand die een vraag voor Onno heeft? Ja. U zat naast mij en u zat... die dochter. Ja, daar zou ik als vader best veel zorg over hebben. Maar weet je, dat komt allemaal goed. Als ze maar weet waar de kennis later te halen is, dan komt het helemaal goed in deze nieuwe maatschappij. Ze denkt in ieder geval over dingen na. Dat is goed. Maar nu nog vooruit. Uw vraag. Goed, mijn naam is Chris Westhuis. Ik ben altijd wel met data bezig geweest, met name voor beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat. Of het water of droogwas, dat maakt op zichzelf niet zoveel uit. Waar ik eigenlijk best wel benieuwd naar ben, oftewel kan ik bij u de mosterd halen. Je hebt databases waarin gewoon voor een XY-coördinaat wel 20 stuks aan informatie opgeslagen zijn in die database. En ik zou eigenlijk gewoon graag kunnen zeggen van die database, nou die is voor 20% of voor 98% betrouwbaar. Want dan kan ik namelijk ook in beheer en onderhoud, wat ook weer andere partijen doen, van toon maar aan met die methode dat u gewoon die 98% haalt. Dan komen we altijd wel goed uit. Heeft u daar iets voor of weet u dat? Nou, dat wil ik u meegeven.
Ik wil er wel op reageren. Ik ben natuurlijk een leverancier en op dat zicht ben ik niet de databeheerder. Maar ik probeer inderdaad wel bij gegevens dit soort extra informatie. U heeft het over XI-coördinaten. In de Rijkswaterstaat-databases wordt er wel aangegeven wat voor stelsels gebruikt worden. En daarbij kan je dus wel aantonen dat bepaalde zaken een bepaalde betrouwbaarheid hebben. Maar dat gegeven over wat er voor spreiding in zo'n meterstaat zit, ja, die gegevens zijn er niet. Dus daarop kan ik al zeggen, ja, die betrouwbaarheid kan ik u niet geven. Is dat ongeveer antwoord op uw vraag? Of ik weet dat u hem nu niet kunt geven, maar zijn er wel methodes dat je dat wel kunt? Want daar ben ik eigenlijk naar op aan het zoeken. Nou, ik wil dan weer even beperken tot het meterstaat. En ja, wat ik zeg, je moet bij elk meterstaat eigenlijk die metelzekerheid meegeven. En wij hebben die gegevens, maar die moeten ook in de database komen. Als je dat één op één houdt, kan ik garanderen dat je met die gegevens aan de gang kan. Dankjewel. Heel goed, dankjewel Onno. Ja, wie ben je en wat is jouw vraag? Kom even naast je zitten. Ik ben Marleen Kalsbeek van Mobiel Meten in Arnhem, ook Rijkswaterstaat. Ik zie dat er steeds meer gegevens gewoon via internet beschikbaar komen. Het waterportaal gaat nu spelen. Maar daar zie ik niks in over meetonzekerheid. Dus die gegevens die komen gewoon op straten liggen en iedereen kan daarvan gebruik maken. Op zich heel goed. Maar je weet dus nooit wat de betrouwbaarheid daarvan is. Omdat er geen gegevensleverancier tussen zit die het nog een keer uitlegt. Wat je er wel en wat je er vooral niet mee moet doen. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, dat is eigenlijk de reden dat ik hier sta. Ik constateer eigenlijk hetzelfde als u. Er zit iets scheef in dit verhaal. En daar moeten we eigenlijk met z'n allen iets aan doen. En ik aan de leverancierskant probeer daar wat aan te doen. En ik vraag eigenlijk ook aan de gebruikers om daar ook naar te kijken. En altijd bewust zijn dat je die meetonzekerheid nodig hebt, die onzekerheid in die getallen. En vraag er dus ook om. En dat zal dan op termijn moeten leiden tot ja, een structurele oplossing dat de gegeven meekomt van de leverancier tot aan de gebruiker. Naar tevredenheid. Ja, beantwoord. Heel goed. Jullie zijn dus collega's van elkaar. Ja. Oké. Okay. Iemand anders nog nu live hier een vraag? Ja, u hier hoog op de apenrot. Gerard Stroomberg, ook een collega van Rijkswaterstaat. Het is wel interessant. Ik hoor bijvoorbeeld over nutriëntenlasten op de Noordzee. Dat de Nederlandse overheid erg veel investeert in het terugbrengen daarvan. En dan hoor ik getallen van een procent of 10, 20. Dat we graag een vermindering van nutriënten in de Noordzee zouden willen. Dat doet dan wel de vraag op van ja, 10-20% ten opzichte van wat. Want kennelijk zit daar een meetonzekerheid op. En ook het getal wat we in de toekomst gaan meten, daar zit ook een onzekerheid op. Wat is jouw inschatting? Kunnen we ooit vaststellen dat het ons gelukt is om die 10-20% te halen? Of blijven we hangen in een puntenwolk? Het is uiteindelijk altijd vaststellen. Als je rekening houdt met de onzekerheid, dan kan je natuurlijk aantonen of een daling ook significant is ten opzichte van die meetonzekerheid. Maar dat betekent wel dat je toch iets lager zal moeten dan die 10% op basis van je trend. Maar dat je een bepaalde marge zult moeten aanhouden. Misschien wel 30, misschien wel 40% op laag moet. Om toch die significantie aan te kunnen tonen. Ja. Dus het kan complicerend werken. Oké, okay, heel goed. Nog één, het is echt 3 voor. Hey, nou heb ik net ook aan de vorige spreker gevraagd. In deze zaal zit natuurlijk ook nog heel veel kennis, heel veel contacten. Ben jij, voor waar jij nu mee bezig bent, op zoek naar mensen die je helpen, mensen die je antwoorden kunnen geven, mensen die jouw data kunnen aanleveren? Misschien heb jij ook nog een zoekvraag die je hier nu aan de zaal wil stellen. Nou, op zich is het in het verhaal denk ik ook een beetje naar voren gekomen. Ik probeer de gebruikers erbij te betrekken om van de andere kant naar die meetonzekerheid toe te werken. Ik kom van de onderkant, kom van de bovenkant. Ja, en we kunnen elkaar helpen. Dus neem contact met mij op. Ja. Ik ben vrij makkelijk te vinden bij Rijkswaterstaat. Hoe vinden we jou? Gewoon Onno Epema googlen en dan Rijkswaterstaat vinden nou, we je dan? Bij Rijkswaterstaat onno.epema@rws.nl zou kunnen. Maar ook op de Helpdesk Water kan je op het lab zoeken of op analyseboek. En daar is ook informatie over mij te vinden. Prima. En over mijn collega's die ook met hetzelfde... Ja. En op LinkedIn ben je ook te vinden. Dus we gaan je sowieso vinden. Geef hem nog een groot applaus. Onno Epema. Dank u wel.